gemeente heeft grootse plannen met de Piershaven. Ze willen de hele Piershaven in vele kleuren gaan verlichten. De brug, de bomen, de straten, alles wordt kleurrijk rondom de Piershaven. Hier zal veel geld in gaan zitten, namelijk bijna 2 miljoen. Maar wat vinden de mensen in Tilburg hier nu eigenlijk van? Ik vind het bijzonder mooi, want ik heb het gezien in Berlijn. En dat is toch wel een punt waar mensen trekt. Ik denk dat het een toeristische trekpleister zal worden voor Tilburg. Ik vind het gewoon weggegooid geld. Want Tilburg spendeert heel veel geld aan onnodige dingen. Nou, ik vind het eigenlijk een beetje te gek van woorden dat er zoveel geld ingestoken wordt in een project waar misschien helemaal niet overkomt. Dat is precies zelf die brug. Het is een schitterende brug, maar hij staat helemaal op de verkeerde plaats, want je ziet hem bijna niet. De meningen zijn dus verdeeld. Maar wat vinden de bewoners aan de Piershaven eigenlijk? Dat is gewoon geldverspilling. Dat is gewoon jouw lullenplan. Waarom moeten ze dan op licht hier in die haven komen? Er zijn wel andere dingen die we ons dan kunnen besteden. Misschien is het alleen donderdag, vrijdag, zaterdag bijvoorbeeld. En dan een paar uur rondom dat het een bruisend iets moet zijn. Dan vind ik het prima. Voor tonnen, een plan wat helemaal voorbij gaat aan wat nou eigenlijk een leuke haven zou maken. Dus ik vind het belachelijk.